Hey guys, de asperges zijn nog een paar weken in het seizoen en ik besefte me dat ik daar volgens mij op YouTube nog helemaal niks mee heb gedaan. Dus het werd de hoogste tijd. Wij gaan dus vandaag aan de slag met een recept met asperges. Ik ga groene asperges gebruiken. Deze zijn voor deze plaattaart met groene asperges, geitkaas en bacon, namelijk het allermooist. Super makkelijk om te maken, ideaal voor lunch om mee te nemen, want de taart is koud ook heel erg lekker. Maar je kunt hem natuurlijk ook met de salade serveren voor het avondeten. Voor het maken van de plaattaart hebben we de volgende ingrediënten nodig. Ik heb hier om te beginnen pizzadeeg. Dit is vers pizzadeeg van de Albert Heijn. Wordt verkocht in een grote blauwe langwerpige doos. Mocht je nou geen pizzadeeg kunnen vinden, dan kun je ook gewoon bladerdeeg gebruiken. Filodeeg, hartige taartdeeg. Maakt eigenlijk allemaal niet zoveel uit. Dan natuurlijk de groene asperges. Ik heb hier een beetje zure room in een bakje. Citroen, baconreepjes en verse geitenkaas. Omdat de plaattaart niet heel erg lang in de oven moet, ga ik de asperges even voorkoken. Ik heb op het gasfornuis al een pannetje met licht gezouten water aan de kook gebracht. Ik snij even de houtachtige onderkant van de asperge af. Dit is echt niet lekker hoor, dus dit kun je gewoon wegdoen. En de stiekjes eraf. Ik spoel ze even af onder de koude kraan en dan kook ik de groene asperges een minuutje of 8. Terwijl de asperges koken heb ik hier de bakplaat van mijn oven. Ik ben de oven aan het voorverwarmen op 180 graden. Ik ga hier dat pizzadeeg even op uitrollen. Pak even een vel bakpapier en die leg ik hier op. En dan heb ik hier die rol met pizzadeeg. Het is altijd een beetje een plakkerig deeg. En die rol ik uit op mijn bakpapiertje. Dan heb ik natuurlijk die zure room en die gebruik ik in feite als vervanger voor tomaatsaus die je op een pizza zou doen. Dus ik smeer de pizzabodem lichtjes in met zure room. Strooien we daarvoor de smaak wat peper en zout overheen. En dan wachten we even totdat de asperges zijn voorgekookt en dan gaan we verder met het afmaken van de taart. Asperges zijn inmiddels lichtjes voorgekookt, dus die ga ik nu verdelen over deze over het deeg. Omdat de oog ook wel iets wil natuurlijk. Ga ik ze in het midden neerleggen en dan telkens om en om met de puntjes naar boven en naar beneden. Het ziet er leuk uit. Maar voor de smaak maakt het natuurlijk niet zo heel erg veel uit. Je kunt ze er natuurlijk ook gewoon op knallen als je niet zo geduldig bent. Zo, dit ziet er nu al lekker uit. Voor de kleur en natuurlijk ook voor de smaak ga ik er een klein beetje citroenrasp overheen raspen. Of schil. Geeft een heerlijk frisje aan de taart en het zorgt voor een beetje kleurverschil. Dan hebben we natuurlijk de bacon. Die doe ik er gewoon rauw overheen. 20 minuten in de oven is wel genoeg voor bacon om te bakken. En tot slot hebben we dan natuurlijk nog de verse geitenkaas. En daarvan kun je zoveel gebruiken als je zelf wil. Ik vind het persoonlijk heerlijk over deze plaattaart. Dus ik gebruik best wel wat. En dan mag de plaattaart de oven in. Zoals ik al zei heb ik die voorverwarmd op 180 graden. Schuif hem gewoon in het midden. Dan heeft hij ongeveer een minuut of 20 nodig. Zorg er in ieder geval voor dat het deeg mooi gaar is. De plaattaart is klaar. Hij ziet er nu zo uit. Ik ga hem even voorzichtig schuiven, want de plaat is heel heet. Zo ziet hij eruit. Heel erg lekker. Ik laat hem nu wel even een poosje afkoelen. Ongeveer een kwartier of zo, want hij zou nu echt veel te warm zijn om te proeven. Maar we gaan hem natuurlijk zo meteen wel proeven. Alright, de plaattaart is af. Ik heb hier alvast een stukje afgesneden. Hij ruikt echt heerlijk. Die geitenkaas is mooi een beetje verkleurd en verkruimeld. Die asperges zijn heel gaar. En ik verwacht dat de citroenschil en de bacon voor heel veel smaak gaan zorgen. Dus ik ga gauw een hapje nemen. Zoals ik aan het begin trouwens al zei, kun je ook bladerdeeg gebruiken voor deze plaattaart. Ik heb nu pizzadeeg gebruikt. Dus hij is iets dikker en iets vullender waarschijnlijk. Maar goed, genoeg gekletst. Tijd voor een hap. Oh, yummy. Dit is echt zo'n gouden klassieke combinatie. Asperges, geitkaas, bacon, citroen. Je proeft ieder afzonderlijk ingrediënt. Die zure room die ik nog even over de bodem heb gesmeerd, zorgt net voor dat extra romigheidje, waardoor die taart totaal niet droog wordt. Hij is echt heel erg lekker. En zoals je hebt kunnen zien, echt een eitje om te maken. Echt, zet hem op tafel, snij hem in kleine stukken als hapjes. Maak hem voor 2 of 3 personen als avondeten, lekker geserveerd met een fijne salade erbij. Echt ideaal. En appeltje eitje. Mocht je nou nog vragen hebben aan de hand van dit recept, stel ze dan gerust hieronder bij de comments. In de beschrijving vind je alle ingrediënten terug. Plus een klikbare link naar het recept op mijn blog www.omafoodness.nl. Dan kun je het recept ook nog even rustig nalezen.
En je kunt hem uitprinten mocht je dat willen. Ik wil je in ieder geval bedanken voor het kijken. Vergeet je niet te abonneren op mijn kanaal. En hopelijk zie ik je heel gauw weer. Doei!